vanmiddag de wedstrijd dus tegen Stedeco. Dat allemaal na het échec van vorige week tegen Lisse. Waarbij Sportlust eigenlijk de titelkansen in de derde divisie is kwijtgeraakt. Het gaat zich nu voorbereiden op de na-competitie. Teams staan klaar, alles is gecheckt. En het is Van der Weijden die de wedstrijd in gang heeft gezet. Vrijwel snel genomen, Belarbi. Belarbi, goede redding van Veenboer. Slim genomen, die vrije bal. Bendadi voor de hoekschop. Draait hem nu verder in. Het is doelman Veenboer die de bal wegbokst. Bendadi mag nog een keer voor gaan zetten. En daar wordt geappelleerd voor Hens, maar dan is het... Jansen. Gooit die bal tussen twee spelers van Stedoco in en dan is het Van der Weijden. Die via de bal nog krijgt en dan is het Bergvens. Heideman. Moet die bal opnieuw van zijn voeten afplukken. Mulder mee opgekomen. Kan die bal nog inhouden. Scherpe voorzet. Touré verdedigt. Bal komt bij Jansen. Jansen in de korte hoek en dan is het Veenboer. Die de bal precies naast de paal uit het net weet te houden. Bendadi met de hoekschop. Inlopend bij de eerste paal. Dan is het Van der Weijden op de paal. Mark Van der Weijden. Kopbal op de paal. Om Verhagen heen. Probeert daar met een lopje Antonioli te verschalken. Maar dat mislukt. Bal had net iets te veel hoogte. En dwarrelt over de doellat heen. Bergvens. Jansen. Brengt die bal voor. Maar die is te scherp. En dan is het doelman Veenboer die... de bal zomaar uit de lucht kan halen. Hoekschop, Bendadi. En dan is het Jansen die... na een ferme sprint... de bal nog weet tegen te houden. Door naar Verhagen. Verhagen voor de goal langs... En het handje van Veenboer zat er nog even aan. Anders had Van der Weijden misschien de bal zo in het doel kunnen lopen. Belarbi legt hem bij de tweede paal. Nee, komt Jansen nog wel inlopen. Maar Mariana die let daar voldoende op. Bendadi. Richting de tweede paal, maar die kan Veenboer rustig laten lopen. Nemen. Hard voor, maar die bal is veel te hard en veel te ver. Dat is de terugspeelbal van... En dan is er een hoop commotie op het veld, omdat Belarbi... naar de keeper toe liep op die korte terugspelbal van Touré. En scheidsrechter de Kloeze staat daar met een rode kaart in zijn hand. En ja, datzelfde geintje hebben we natuurlijk vorige week al een keer meegemaakt. Dat we met 10 man moesten voetballen. En hij geeft hem een rode kaart. Goed ingedraaid. Dan is het Van Hussen die kort bij de bal kan komen. Van waren we nog een keer die bal inbrengend. En dan is het Verhagen. Bijna Christian Van Hussen. Die de bal eigenlijk tegen hem aangeschoten kreeg. En dan is het Antonioli die de bal makkelijk kan oprapen. Van Warwe draait die bal in. Zomaar in de handen van Veenboer, terwijl Meiring nog eventjes op het veld gedrukt wordt. Krijgt de bal zomaar terug. En dan is het Van der Weijden. Van der Weijden die kan niet meer draaien. Kan nog wel draaien. En dan wordt het een Wils. En dan is het een achterbal.
Mariana. Kan die bal niet meer binnenhouden. En anders... Anders dan had Anton Joly die bal toch wel opgeraapt. Kort genomen. Door Santos terug. Nu de bal wel voorzettend. Wils werkt weg. Dan zat hij naar Meijering. En nu is het Wils. Bijna aan de bal. Komt net een centimeter tekort. En dan is het laatste fluitsignaal van scheidsrechter te Kloeze. We sluiten af met een 0-0 stand bij deze wedstrijd. Aankomende dinsdagavond speelt Sportlust de thuiswedstrijd tegen Dovo. Die wedstrijd begint om 8 uur. Wij zijn daar natuurlijk bij aanwezig.